Goed, we zijn al even bezig. Ik heb ook een vrij lange boodschap en ik wil jullie dat van tevoren alvast vertellen, zodat jullie alvast een klein beetje bereid zijn. Ik moest denken, toen we aan het bidden waren, aan als het Nederlandse elftal, die zijn natuurlijk nu aan het spelen. Als de verlenging komt, dan ligt ook niemand te slapen op de bank, maar dan wordt het juist spannend. Dus ik wil jullie echt vragen, als ik een boodschap heb, die denk ik vanaf het begin tot het eind echt fundamenteel en belangrijk is, dat ik jullie wil vragen, maak een commitment om tot het einde mij te blijven volgen. Het gaat niet om wat ik wil zeggen, maar God wil iets vandaag zeggen. Ik geloof dat God van mij vraagt vandaag, net als wat ik een aantal weken heb gedaan, om een visie neer te gaan zetten. We hebben het gehad over een visie op seksualiteit en vandaag wil God met jullie spreken over het huwelijk. Ik wil met jullie een visie op het huwelijk delen en ik wil niet hebben over een 412 visie of een Living Waters visie, maar Gods visie op het huwelijk. En ik ben er echt van overtuigd dat dit een fundamenteel, superbelangrijk onderwerp is, waar we als gemeente ook echt, mijn verlangen is om daar ook in te gaan groeien. En mijn boodschap is ongeveer ingedeeld in drie delen. Het eerste deel gaat over het huwelijk zelf. Hoe ziet God het huwelijk? Wat is het originele plaatje? Het tweede is, wat is de plaats van seksualiteit in het huwelijk? Wat zegt de Bijbel erover? En het laatste is, hoe bereid je je als single voor op een huwelijk? Dus dit laatste stukje is vooral voor jullie als je nog geen relatie hebt. Hoe kun je je op het huwelijk voorbereiden? Op een gezonde manier. En ik denk dat dit kan wel eens schuren ook. Want we leven in een cultuur die met name haaks, de cultuur van de wereld als het gaat om het huwelijk, die is haaks op de Bijbelse cultuur. Dus ik wil je ook voorbereiden. Sommige dingen kunnen misschien radicaal zijn. Sommige dingen kunnen misschien prikkelen. Maar ik wil je echt vragen, stel je open. Luister wat God vanochtend tegen jou wil zeggen. Open je hart voor de waarheid. Open je hart voor het prachtige wat God voor ons heeft, wat we huwelijk noemen. En ik wil ook echt zeggen, dit is een belangrijke boodschap, want het huwelijk is een super fundamenteel belangrijke iets. Het raakt alles in je leven. Ik wil bijna zeggen, het is misschien wel de belangrijkste boodschap om naar te luisteren, naast het evangelie. Uiteindelijk is natuurlijk het evangelie de allerbelangrijkste boodschap, maar na het evangelie, denk ik, is voorbereiding op het huwelijk en het huwelijk een superbelangrijke boodschap. Waarom? Je huwelijk heeft invloed op elk aspect in je leven. Als je getrouwd bent, dan ben je 24 uur per dag getrouwd en zal dat effect hebben op je keuzes, op je leven. Je huwelijk kan een zegen zijn, maar we weten ook dat het huwelijk ook zwaar kan zijn. En daarom is het superbelangrijk om daar goed over na te denken. Je huwelijk kan zelfs invloed hebben op je eindbestemming. Eens of niet eens? Dus daarom wil ik jullie uitdagen, zet je schrap voor deze boodschap. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat wij het juiste beeld voor het huwelijk hebben. En ook dat we op de juiste manier ons daarop gaan voorbereiden. Maar als we daarover na gaan denken, wil ik eerst met jullie beginnen om te kijken naar het originele plaatje. Het originele plaatje wat God voor ons heeft. En dat zien we ook als Jezus, maar ook Paulus, maar met name Jezus in zijn bediening op de aarde loopt. Als het gaat om huwelijk, als het gaat om scheiding, als het gaat om relaties en overspel, dan wijst Jezus altijd terug naar de original, het originele plaatje. En dat is belangrijk om dat goed te begrijpen. God is onze schepper. Hij is groot, hij is alwetend, hij weet wat het beste is. Hij is onze maker en daarom is het belangrijk als wij schepselen zijn, wij zijn gemaakt door onze maker, dat we goed gaan kijken naar onze maker. Hoe heeft de schepper het huwelijk bedacht? Dat we niet gaan bedenken hoe wij het willen, maar dat we goed gaan nadenken. Heer, schepper, ik ben een schepsel. Schepper, hoe heeft u bedacht hoe het huwelijk eruit moet zien? En als we dat gaan doen en het huwelijk op de juiste manier zal gaan gebruiken, dan zal het ook een goed effect hebben. Je moet het je voorstellen, als je gaat kijken, stel je voor je koopt een machine, dan is het belangrijk dat je in de gebruiksbeschrijving gaat kijken dat het op de juiste manier gebruikt wordt. Hoe heeft de maker bedacht dat deze machine zou moeten werken? En als we het op die manier gaan gebruiken, dan gaat die machine goed werken en dan gaat die ook lang mee. En op het moment dat we die machine voor verkeerde dingen gaan gebruiken, dan zou je ook zien dat het misbruik ervoor gaat zorgen dat die machine kapot gaat. En zo geloof ik ook als we naar het huwelijk kijken. Als we op de juiste manier naar het huwelijk kijken. Als we goed kijken, Heer, hoe heeft u het bedacht? En als we dat gaan proberen na te jagen, dan zullen we in zijn wil wandelen. Dus wandelen we in zijn plaatje. En dan hebben we een grote kans dat we ook het goede resultaat gaan behalen. We
Verkeerd gebruik maakt kapot. Ik denk dat we het allemaal weten. We noemen het misbruik. En zo kunnen we misbruik van machines maken, maar ook in het huwelijk kunnen we misbruik gaan doen of gaan ervaren. Nou, het originele plaatje staat in Genesis 2, vers 20 tot 25. Ik wil met jullie gaan lezen. Daar staat: zo gaf Adam namen aan al het vee en aan al de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot die plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar naar Adam. Deze is ditmaal been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet. Dit is het originele plaatje. Adam, een man alleen, en God maakte een vrouw voor hem. En wat ik als eerste wat mij opvalt is: wie zorgde er voor een vrouw? God. Het was God degene die Adam in slaap liet vallen. Het was God degene die Adam voorbereidde. Het was God degene die Eva maakte. Het was God degene die haar bij Adam bracht. Het was God eigenlijk die alles deed. En dan wil ik niet zeggen dat dat nu ook voor ons geldt, dat jij helemaal niks doet. Want de Bijbel zegt letterlijk: wie een vrouw heeft gevonden, heeft iets goeds gevonden. Dus het is niet zo dat je niet rond mag kijken, maar het gaat om onze houding. Hoe kijk je rond? Kijk je vanuit wat jij wil? Of kijk je: Heer, wat heeft u voor mij? Dat is een fundamenteel verschil, hoe je rondkijkt. Op het moment dat je merkt dat je wat ouder wordt, dat je merkt dat je volwassen begint te worden, begin je gelijk al rond te kijken naar waar jij naar verlangt? Of is jouw houding: Heer, wilt u mij voorbereiden op een huwelijk? Wilt u mij voorbereiden op een partner? En Heer, wilt u ook een partner voor mij voorbereiden? Want ik geloof dat God vandaag nog steeds mensen bij elkaar brengt. Het is echt niet toeval hoe mensen... Je hoeft niet zo te zoeken. Als je echt gelooft en echt zegt: Heer, wilt u mij hierin leiden? En dan mag je rondkijken, want ik doe van met je ogen dicht zul je ook niks vinden. Maar het gaat erom: hoe kijk je? En ik denk dat dit heel belangrijk is. Zijn we op zoek naar wat God voor ons heeft, of zijn we op zoek naar waar wij zelf naar verlangen? En als we dat op die manier doen, dan eindigt het ook op de juiste manier. Want hoe eindigt het originele plaatje? Dat ze beide naakt waren en er was geen schaamte. Er was geen schaamte, er was veiligheid. Is dat niet een fantastisch beeld wat God schetst als huwelijk voor de zondeval? Dit is het perfecte plaatje. God die twee mensen bij elkaar brengt en die mensen, die Adam en Eva, die waren zo blij met elkaar. Die voelden zich zo op het gemak bij elkaar dat ze intiem gelukkig waren. En weet je, een huwelijk of een relatie heeft de potentie om iets fantastisch moois te worden. Er is bijna niets mooiers naast de relatie met Jezus als een gelukkig huwelijk te hebben. Waarin je beide elkaar begrijpt. Waarin je beide elkaar aanvult. Waarin je beide samen de Heer invult. Dus het huwelijk is iets supermoois. En zeker als het originele huwelijk is, wat ik net al schetste, zonder angst en met een ultieme veiligheid en bescherming. Maar het huwelijk kan ook iets vervelends zijn, een drama zijn. Het huwelijk kan pijnlijk zijn. En zeker als we dat op de verkeerde manier zijn aangedaan. Zeker als we bouwen op gebrokenheid. Het huwelijk kan bijna een zegen en een vloek zijn, ondanks dat het huwelijk goed is. En daarom is het belangrijk dat we goed kijken: Heer, hoe wilt u het huwelijk hebben? Dat we geen compromissen gaan doen. Dat we goed naar die original gaan kijken. Dat we niet meegaan met de denkbeelden van de wereld. Want hoe schetst de wereld het huwelijk voor? Laten we eerlijk zijn. In de wereld is de gedachte dat je eerst maar eens een paar keer met mensen moet gaan proberen. Dat je moet je gaan voelen, kijken hoe alles draait om jezelf. Wat jij fijn vindt, past die partner bij mij? Kunnen we fijn seks hebben? Is het allemaal? En als alles klopt en er zijn op een gegeven moment kinderen, dan gaan we nadenken over trouwen. Dat is wat er om ons heen gebeurt. Samenwonen wordt steeds normaler, want de kans is groot dat je weer uit elkaar gaat. Want er is zoveel gebrokenheid.
Maar het is bijna omdat het zo gecreëerd wordt. Als we in gebrokenheid relaties aangaan, dan breken relaties vaak. Waarom? Omdat we al heel vroeg afwijken van dat originele plaatje. Omdat we al heel vroeg vergeten zijn hoe God het origineel bedoeld had. En ik hoop ook echt dat als wij als gemeente, als jonge mensen, als je nog geen relatie hebt, dat je denkt, Heer, ik wil dit goed doen. Dit is zo'n fundamenteel belangrijk iets. Heer, dit wil ik goed doen. Ik wil hier geen fout in maken. Niet zoals de wereld het doet, Heer, maar op uw manier. Zodat we later ook kunnen zeggen, oh, Gods manier is goed. En ik denk dat we allemaal wel weten, God is goed. En Hij heeft het beste voor ons bedacht. En als ik hierover praat, moet je niet denken dat het huwelijk saai is. Of dat je dan helemaal niks mag. God verlangt ernaar dat we ook, als we getrouwd zijn, seks met elkaar hebben. En seks is iets moois. Dat we gevoelens voor elkaar hebben. Dat het spannend is. En dat zijn allemaal dingen dat de hormonen door je lijf gieren. Dat heeft God zo gemaakt. Hè. Dat is niet iets zondigs. Dat is iets moois. God heeft ons op een bepaalde manier gemaakt dat die hormonen, dat die verlangens en dat die intimiteit opgewekt in jou, zodat het ook binnen het huwelijk op een fantastische, veilige manier kan gaan gebeuren. Dus denk niet dat God een ouderwets plaatje hebt dat niet fijn is. Ik denk dat velen van jullie weten, die al langer met de Heer wandelen, dat Gods manier in het huwelijk goed is. En vooral tegen de jonge mensen wil ik zeggen, neem dit serieus. Ik weet hoe moeilijk het is met de verleiding om je heen, met andere mensen die anders denken. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar ik kan ook begrijpen dat als je single bent, en zeker als je al wat ouder bent en single, dat het een lastige boodschap voor je kan zijn. Dat je zegt van ja, ik verlang ook naar een huwelijk. Ik verlang ook naar intimiteit met iemand van het andere geslacht. En dan wil ik je bemoedigen. Dan wil ik je echt bemoedigen. Eén dag, geloven wij, dan zullen wij getrouwd zijn met Jezus. Eén dag zullen wij ultieme vreugde ervaren als we met Hem getrouwd zijn. En dan ervaren wij de real thing. Wij geloven dat Jezus de bruidegom is en wij zijn bruid. Er komt een dag dat wij voor altijd bij Jezus zou zijn. En dan zul je ervaren wat de real thing is. De echte bruiloft, die moet nog komen. Onthoud dat goed, mensen. Als je gelooft dat je door de Heilige Geest tot geloof bent gekomen, dan weet je dat de Heilige Geest een soort onderpand is. Een soort zekerheid dat onze Redder, onze Heer Jezus Christus, komt als bruidegom om jou en mij te halen. En dan zullen we weten wat perfecte liefde is. Dan zullen we weten wat echte intimiteit is. Dan zal er iets in ons, niets meer in ons zijn dat ergens nog naar verlangt. Want dan zullen we onze volledige vervulling vinden in Jezus. Mensen, dat is the real thing. Het is eigenlijk als je altijd een poster heb gehad van een Ferrari op je kamer. En op een dag heb jij die Ferrari in bezit. En dan zegt iemand, kijk, ik heb een mooi plaatje van een Ferrari. En dan denk je bij jezelf, ja, maar dat plaatje, ik heb een echte. Dat plaatje is niks waard in vergelijking bij de echte Ferrari die jij in bezit hebt. En zo is het met het huwelijk. Als ik straks bij Jezus ben, zal ik nooit meer denken, oh, was ik nog maar met Evie getrouwd. Die goede oude tijd. En ja, wij hebben een goede tijd. Evie zit al namelijk, wij hebben een goede tijd. Maar ik geloof mij, er zal geen moment meer zijn dat ik terugdenk van, oh Heer, ik verlang naar die tijd terug. Wij hebben intimiteit met Jezus. We zijn in zijn aanwezigheid en we zijn één met elkaar. Hoe bijzonder is dat? En ik denk dat we dit plaatje ook goed voor ogen houden. Zeker als je ermee worstelt als vrijgezel. En ik kan me voorstellen dat het lastig kan zijn. Maar één dag, mensen, dan komt de echte bruiloft. En het is waar, ik geloof ook dat sommige mensen zijn ook geroepen om vrijgezel te zijn. Ik geloof, als we de Bijbel lezen, ik kom daar straks ook even op terug, ik weet niet of iedereen zijn roeping is om getrouwd te zijn. I don't know. We zien dat sommige mensen misschien voor een bepaalde reden alleen zullen blijven. En ik weet niet altijd de reden, maar we zien wel dat het gebeurt, ook in de Bijbel. En daarom, mensen, the real thing is coming. Het duurt niet lang meer. Maar voor degene die wel gaan trouwen, God heeft iets geweldigs. En onze kijk op het huwelijk moet zijn, Heer, ik wil alleen het allerbeste. Ik neem niet genoeg met een tweede beste. Ik wil het allerbeste.
En ik wil ook echt, ik hoop ook echt dat we vandaag zullen dealen met al die leugens die de wereld ons voorschetst. Dat het beste het is wat de wereld te bieden heeft. Het beste is wat God voor jou heeft. Want Hij is degene die jou gemaakt heeft. Hij weet het beste. Hij weet wat het beste voor je is. En het is ook belangrijk dat we goed begrijpen waarom heeft God het huwelijk ingesteld. Wat is de reden? Wat is het plaatje van het huwelijk? En als wij in een huwelijk gaan, is het superbelangrijk dat we weten wat het huwelijk inhoudt. En wat Gods bedoeling is met het huwelijk. Waarom heeft God het huwelijk ingesteld? Nou, het huwelijk is een afspiegeling. Een goed huwelijk, wat God, natuurlijk wil God alleen maar goede huwelijken. Dat is zijn verlangen. En waarom? Omdat het huwelijk een afspiegeling is van het huwelijk. Het huwelijk dat nog gaat komen. Ons huwelijk, mijn huwelijk, is een afspiegeling van de relatie die wij hebben met het huwelijk met Jezus. En het beeld van het huwelijk is een voorafschaduwing van de verbondsliefde die God met ons hebt. Gods eeuwige plan om ons te redden door Jezus Christus, het huwelijk is daar een afspiegeling van. Onvoorwaardelijke verbondsliefde is het nieuwe verbond van Jezus. Onvoorwaardelijk. En daarom zegt de Bijbel ook dat onze huwelijk moet zijn tot de dood ons scheidt. Onvoorwaardelijk. Waarom? Omdat Hij wil laten zien hoe het nieuwe verbond eruit ziet. Zodat mensen om ons heen zien hoe mooi het is om met elkaar in een verbond te leven. Net zo als een afspiegeling met het verbond van Jezus. En wat houdt het verbond van Jezus in? Vanaf dag 1 genade. Vergeving. Elke keer weer opnieuw. En Paulus zegt, dit is het plaatje van het huwelijk, is een voorafschaduwing. Paulus zegt in Efeze 5, en ik heb dat in mijn vorige preek over seksualiteit ook gelezen, maar dit is cruciaal om dit plaatje voor ogen te hebben. Daar zegt Paulus, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Wat zien we hier? Paulus wijst terug naar de original. Dit is letterlijk wat we in Genesis net ook lazen. Hechten aan elkaar en tot één vlees zijn. En dat heeft een verborgen betekenis. Oftewel, niet iedereen zal dit zien en begrijpen. Maar als je wedergeboren bent, geloof je dat Gods woord de waarheid is. En dan zegt Hij, ik zeg jullie dat het hier gaat over de eenheid van Christus en zijn gemeente. Dus het huwelijk zegt iets over de relatie die Jezus met zijn gemeente heeft. En daarom is het zo belangrijk dat als je een huwelijk aangaat en als je een huwelijk hebt, dat je nadenkt, spiegelt mijn huwelijk zich af zoals Jezus de relatie met ons heeft. En we weten hoe die relatie met ons is. Hij houdt van ons al voor de grondlegging van de aarde. Zijn verbondsliefde is onvoorwaardelijk. En die onvoorwaardelijke liefde, die zorgt voor veiligheid. Als wij er een bende van maken, gooit God ons er niet uit. Hij zegt niet, nu is het klaar, nu hou ik niet meer van je. Peter, je bent nu over de grens gegaan. Nee. Gods verbondsliefde is dat er altijd een weg van vergeving is. Altijd een weg van herstel. En dat moeten onze huwelijken ook reflecteren. Dat als ik gezondigd heb, dat ik me veilig voel om naar Eve te gaan, omdat ik weet dat zij mij niet zal verwerpen, omdat zij mij tot de dood trouw heeft getoond. En haar rol is ook om mij te blijven vergeven en andersom ook. Snappen we dit? En daarom is het belangrijk, als dat je focus is, als dat je plaatje is, daarom wil je de minste zijn. Daarom wil je elkaar vergeven. Daarom wil je je trots afleggen. Omdat Jezus dat ook heeft gedaan voor ons. Hij hield van ons. Hij hield eerst van ons, al voordat wij van Hem hielden. En daarop beantwoorden wij onze liefde. God hield al van ons voordat wij van Hem hielden, toen wij nog zondaren waren. Is dat niet een fantastisch plaatje? En zo wil Hij ook dat wij onze huwelijken zijn. Besef je dat het huwelijk er niet alleen is voor jezelf, maar dat het huwelijk er is om God daardoor groot te maken? Ik geloof dat het mooiste geschenk dat jullie aan je kinderen kunnen geven, getrouwde mensen, is een goed huwelijk. Je kan je kinderen later een auto geven, of een tablet, of een leuke vakantie. Maar een kind kan nooit zo gezegend zijn als dat wanneer die ouders heeft met een gezond huwelijk. Daar ben ik tot in het diepst van overtuigd. En Satan weet dat ook. Hij weet dat.
En hij doet er alles aan om dat kapot te maken. Een goed huwelijk waar kinderen zien dat ouders toegewijd zijn aan elkaar. Een goed huwelijk waar kinderen al leren wat vergeving is. Omdat papa of mama de partner weer vergeven heeft nadat hij fouten heeft gemaakt. Dat kinderen al iets zien van onvoorwaardelijke liefde op jonge leeftijd. En ook als vader en moeder elkaar een knuffel geven. Dat ze zien wat intimiteit is, wat liefde is en wat veiligheid is binnen een huwelijk. Dat is zo'n zegen als jij in zo'n situatie opzoekt. En Satan, ik zal je vertellen, hij gaat ervoor om dat kapot te maken. Waarom? Als dat kapot is, dan missen wij, dan gaan wij een verkeerd beeld gaan krijgen van God als vader. En ik vertel je, in veel gevallen munt hij het als op vaders. Afwezige vaders. Misbruikende vaders. Seksueel overschrijdende vaders. Onvergevende vaders. Je kent het. Iedereen weet situaties. En wat gebeurt er? Het kind bij het horen van God de Vader krijgt hij al kippenvel en teleurstelling. God als vader, dat wil je bijna niet omdat je beeld van vader verruineerd is. Omdat vaders niet gedaan hebben wat God van ze gevraagd heeft. En realiseer je dat, mannen, er ligt een attack op jullie. Met name de mannen, daar ben ik zo van overtuigd. Het liefst een afwezige, altijd bezig met je werk, zodat je niet kan zijn voor je kinderen. God de Vader, die heeft geen tijd voor me. En als het nog erger is, als het gaat naar misbruik, dan kinderen krijgen een beeld van hoe het is. Dus realiseer je, jij geeft als man de identiteit aan je kinderen als het gaat om God de Vader. En ik wil jullie uitdagen, neem deze rol serieus. Dit is serious. Dit gaat om het einddoel, het eindbestemming van het leven van je kinderen. En ik zal niet zeggen dat jij er 100% verantwoordelijk bent, maar je speelt een rol. Jullie spelen een rol. God kan gelukkig nog herstel geven als jij het misgaat. Maar ik zie vele keren dat kinderen niets meer met God te maken willen hebben. Vanwege hun eigen vader. Is dat niet heftig? Zou God daar niet een verschrikkelijk verdriet van hebben? Jezus, waarom is Jezus gekomen? Hij is als eerste gekomen om onze zonden te vergeven. Waarom? Zodat wij weer in herstel kunnen komen met de hemelse Vader. Jezus is gekomen om ons te redden van de zonde, maar om ons terug te brengen, zie je, in opnieuw herstel met de Vader. Dat is de reden dat Jezus gekomen is. Om die relatie tussen God en de Vader weer te herstellen. Zodat wij tot God kunnen komen. Dat het voorhangsel weer, wij kunnen God weer benaderen, omdat er een grote kloof was. Het gaat om de Vader, dat Jezus ervoor zorgt dat wij bij de Vader kunnen komen. Goed. Zien jullie nou hoe belangrijk het huwelijk is? Dat het veel meer draait om me and my happy life. Happy wife, happy life zeggen ze wel eens. En daar is natuurlijk een vorm van waarheid in. Maar dat is niet waar het huwelijk om draait. Het gaat erom dat wij een huwelijk hebben dat God verheerlijkt. Dat is het primaire doel van het huwelijk. En daarom is zo belangrijk dat al die aspecten van Jezus, dat wij die terug gaan zien in ons huwelijk. Ik denk dat dit duidelijk is, hè? Het doel van de huwelijk is om God te verheerlijken. Amen. Het tweede is grenzen. Ook daarin ligt een aanval van de duivel. Ik wil met jullie gaan hebben over grenzen als het gaat om seksualiteit in het huwelijk. Ook dat is iets wat onze cultuur ook helemaal aan het verwringen is. Jongeren, heb ik in mijn preek over seksualiteit al gezegd, komen al heel jong in contact met seksuele verleiding. Door school, door vriendjes, door telefoons, noem het allemaal maar op. En ook die leugens van dat het goed is om al jong daarmee te experimenteren, zodat je weet wat je... Dat zijn leugens. En er ligt een enorme aanval op seksualiteit. Maar ik wil eerst kijken, wat zegt de Bijbel daarover? En ik wil met jullie gaan naar 1 Korinthe 6, vers 12 tot 15. Daar staat: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik is voor het voedsel. Maar God zal zowel het een als het andere teniet doen. Het lichaam is echter niet voor hoererij, maar voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar hij zal ons ook opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen
en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Dit is radicaal wat Paulus zegt, maar dit is wat de Bijbel ons leert. Paulus is heel duidelijk als het gaat over het lichaam. Het lichaam is niet gemaakt voor hoererij. En in het Grieks staat er het woordje porneia. En porneia betekent alle seksuele handelingen buiten het huwelijk. Dus dat is wat Gods woord zegt. Ik zie Johan al knikken, dat is altijd wel lekker. Maar porneia betekent dus alle seksuele handelingen buiten het huwelijk is hoererij. Horen wij wat we zeggen? Wat de Bijbel zegt? Wat God tegen ons zegt? Dit is superbelangrijk. En weet je, waarom begint dit stukje mee? Voedsel is voor de maag, is voor de buik. Waarom? Omdat het logisch is, toch? Waar is voedsel voor? Om mee te gooien? Om op te gaan lopen? Voedsel is er om op te eten. Voedsel is er voor de maag. En dat is superlogisch, zou je zeggen. Paulus refereert hier niet voor niets aan. Eigenlijk zegt hij, zo logisch is het als het is omdat voedsel voor het eten is, zo logisch is het dat wij geen seks hebben, geen seksuele activiteiten, geen porneia buiten het huwelijk. Super duidelijk. En hij gaat nog verder. Hij zegt, weet je dat jouw lichaam onderdeel is van Jezus' lichaam? Dus jouw lichaam is van Jezus. Dus eigenlijk zegt hij met mijn eigen woorden, wat jouw rechterhand doet, waar jouw rechterhand aan zit, daar zit Jezus zijn rechterhand aan. Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Wat jouw ogen kijken, kijken Jezus' ogen. Ben je je daarvan bewust als je opnieuw geboren bent? Als je opnieuw geboren bent, is jouw lichaam eigendom van hem. Sommige mensen zeggen, nee, mijn geest is gered. Ik heb een nieuwe geest, maar mijn lichaam, nee, ook jouw lichaam is van God. Hoe jij je lichaam gebruikt, zo gebruik jij het lichaam van Jezus. We hadden het vanochtend ook over worship. Als we aanbidden, bepaalt jij hoe je aanbidt of bepaalt Jezus hoe je aanbidt? Wat jij kijkt, wie bepaalt dat? En de Bijbel zegt in het Oude Testament, Paulus zegt, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En alles in het Nieuwe Verbond refereert aan het Oude Verbond. Daar hadden we ook een tempel. En in die tempel had je de meest heilige plek. Daar woonde God. En die meest heilige plek wilde niemand verontreinigen. Maar nu in het Nieuwe Verbond is jouw lichaam die tempel. Dat is de plek waar de Geest van God woont. Welke geesten wonen daar nog meer, mag ik vragen? Als je met dingen worstelt. Is jouw lichaam en jouw geest, is die lichaam alleen vervuld met de geest van God of leeft daar nog meer? De geest van ikke, de geest van zelfbevrediging. En dat bedoel ik niet op seksueel gebied, maar alles wat om jou draait is zelfbevrediging. Toevallig denken we bij seksualiteit vaak aan zelfbevrediging, maar zelfbevrediging is veel meer. Het gaat om het bevredigen van je eigen verlangens. Op elk gebied, financieel, seksueel, elk gebied. Kunnen we onszelf bevredigen, maar ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En Paulus zegt ook, ons lichaam is niet gemaakt voor hoererij, maar voor de Here en de Here voor het lichaam. Jouw lichaam is gemaakt voor de Here. En ik denk dat elk wedergeboren persoon dat weet. Iedereen die een relatie met Jezus heeft en die heeft gezondigd. Laten we gewoon op seksueel gebied. In een relatie. Je hebt verkering en je gaat over de grens. Of als je porno hebt gekeken. Het is 10 minuten plezier en daarna, hoe voel je je dan? Ik denk dat mensen die daar geweest zijn, die kennen dat gevoel. Het is een gevoel van viesheid. Het is een gevoel van teleurstelling. De duivel komt om je aan te klagen. Ben jij nou een ware christen? Waar ben jij mee bezig? Niemand heeft er uiteindelijk plezier van. Er is maar één iets wat je echt gelukkig maakt. En dat is als je vol bent van de Heilige Geest. Iedereen die opnieuw geboren is, die weet het moment dat je zo vol was van de Heilige Geest. Dat je niets anders kon dan aan Jezus denken. Toen was je pas echt gelukkig. Toch? En dat is wat Jezus van ons wil. Hij wil onze hele tempel. Hij wil ons hele lichaam. Hij wil alles van ons. En alleen dan zullen wij die diepe vervulling krijgen. Grenzen. Waar zijn grenzen? Ik had het laatst met Faber erover en die vertelde, ja papa, als je nog nooit gezoend hebt, dan heet dat, ben je een groentje. Dan ben je niet populair, want je bent een groentje. Je hebt nog nooit gezoend met een jongen. Dat is wat de wereld je noemt, een groentje. En dat is een negatief woord.
Daar word je niet populair van als jij nog een groentje bent. Maar dat is zo'n leugen. Ik denk dat iedereen die nu een huwelijk heeft, die denkt nog wel eens, oh, was het maar de tijd dat ik dingen opnieuw kon doen, dat ik nog een groentje was. En ik wil niet zeggen dat tongzoenen, dat je niet mag tongzoenen voordat je getrouwd bent. Maar ik wil er wel met jullie over nadenken. Want waar ligt de grens? Wanneer heb je overspel? Wat is porneia? En ik denk dat iedereen daar voor zichzelf over na moet denken. Is porneia met iemand tongzoenen? En als dat het niet is, waar ligt dan de grens? En ik denk ook dat het belangrijk is dat we erover na gaan denken, hoe werkt het? Hoe werkt intimiteit en hoe werkt seksualiteit? En het begint in veel gevallen met tongzoenen. En ik denk dat het belangrijk is dat de meisjes weten dat het bij een jongen anders werkt als bij een meisje. Ik denk, in veel gevallen, ik kan alleen een beetje uit mijn eigen ervaring spreken, maar ik heb natuurlijk ook inmiddels wel wat onderzoek en wat andere gesprekken gehoord. Maar hoe het bij een man werkt, het begint met zoenen en dan word je opgewonden. Je krijgt een stijve, om het zo maar te zeggen. En daarna gebeurt er iets in je brein dat je nog maar aan één ding kan denken. Ik denk dat veel mannen dat toch, je wil verder. Je weet, ik mag het niet, maar het duurt langer en je wordt moeilijker en het wordt moeilijker. En je denkt, waar kunnen mijn handen nog meer heen? Toch, laten we eerlijk zijn. Zo is hoe het vaak werkt. Maar een meisje, die heeft vaak een veel beter besef van God. En een meisje meisjes zijn vaak meer bezig met puur blijven en rein blijven. Dus wat denkt dat meisje? Ik wil niet verder. Ik wil eigenlijk, ja, zoenen was fijn, want ik dacht, bij een meisje denkt bij zoenen vaak niet aan dat het seks is. En die denkt, die hormonen gaan bij een meisje vaak minder hard. Dus dat meisje denkt van, ik wil gewoon fijn zijn met hem. Ik wil hem zoenen. Maar die jongen denkt, ik wil verder. En die meisje denkt dan, als ik hem nu zeg stop, dan is ze bang dat ze hem afwijst. Als ze hem niet zijn gang laat gaan, dan is ze bang dat ze hem kwijtraakt. Herkennen jullie dit? Een meisje denkt vaak, als ik niet mijn lichaam geef, misschien dat hij dan weggaat bij me. Of dat hij bij een ander gaat zoeken. En sommigen denken, misschien gaat hij dan wel porno kijken. Dus, weet je wat ik doe? Ik geef mezelf. Dat is niet wat God van ons wil. Dat is niet wat we moeten doen. Maar het is super belangrijk om erover na te denken. En als je nog nooit gezoend hebt, supergoed. Echt, ik ben trots op je. Denk niet in de leugen dat je zoveel mist. Ik zal je vertellen, de meeste mensen die opnieuw geboren zijn en die willen gaan trouwen, die dachten, was ik maar veel minder ver geweest als dat ik gedaan heb. Iedereen heeft het. Ga het maar na bij mensen. Ga het gewoon maar eens vragen. Laten we erover praten. Ga naar oudere mannen toe. En zeg, joh, hoe was dat toen je ging trouwen? Vond je het fijn dat je toen al met iedereen had gerommeld? En iedereen zal zeggen, nee man, ik had er zo spijt van, dat heeft mijn eigen vrouw teleurgesteld. Goed, grenzen. Ik kom daar straks nog een keer op terug. En voordat ik verder wil gaan over hoe je voorbereidt op het huwelijk, wil ik nog heel even teruggaan naar single zijn. Daar had ik al even wat over gezegd. Single zijn is iets moois. Single zijn is een kans, een genadegave om... Ik wil niet zeggen dat het super is om altijd single te zijn, maar iedereen is voor een periode single. Ik kijk naar bijvoorbeeld naar Fee, mijn eigen kinderen, die zijn momenteel single. En misschien denk je van, ja, ik wil graag een jongetje of een meisje. Maar single zijn is jouw kans om je volledig toe te wijden aan de Heere. Om te werken aan je karakter. Om geestelijk volwassen te worden. Om na te gaan denken over de dingen in het leven. Om een stabiel persoon te worden. En iedereen heeft een tijd voordat hij gaat trouwen, dat hij daar mee bezig kan zijn. En ik denk dat het belangrijk is om die tijd goed te benutten. En denk niet als je 14, 15 bent en er gebeurt wat in je lichaam, dat je daar gelijk mee aan de gang moet gaan. Echt niet. Dat is super onverstandig, want je mist een super bepaalde mooie tijd. Ook als je nog alleen bent, kun je ook op worden geslokt met de gedachte, oh, ik moet iemand hebben, ik moet iemand vinden. En dat kan je zo gaan beheersen, dat het enige is waar jij nog voor leeft. Kan ik een partner vinden? Kan ik een jongen scoren? Want als je geen jongen hebt gescoord, dan voel je je niet waardig. Nou, als je daar je waardigheid uit moet gaan halen, dan heb je denk ik sowieso een uitdaging. Dat klinkt misschien cru of hard, maar ik meen het echt. Zorg dat je eerst een fundament hebt in je eigen geloof, in je eigen leven. Een goede relatie met Jezus, maar ook dat je jezelf kan beheersen. Dat je gewoon geestelijk volwassen en mentaal volwassen wordt. Zeker voor de jongeren tussen 14 en 18 die hier nog op school zitten. Denk niet dat het om meisjes of om jongens draait, maar maak tijd voor de Heere. Dit is het moment dat jij je leven kan apart zetten
En dit is het moment. Als je straks getrouwd bent, heb je met heel veel andere dingen te maken. Dan moet je werken. Dan moet je voor je vrouw zorgen. Moet je tijd met haar doorbrengen. Moeten, het klinkt heel negatief. Maar als je het niet doet, dat is sowieso niet goed, weet je wel. Dus, en het is ook niet zo dat het voelt als een moeten. Maar het betekent wel dat je heel veel tijd bezig bent met kost winnen, met kinderen opvoeden. En ja, daarnaast kun je ook wel tijd maken voor de Heer en samen kun je de Heer dienen. Maar die tijd dat jij alleen was, dat je al je tijd en energie aan de Heer kan geven, dat kan wel eens een fundament gaan zetten dat het einde van jouw leven gaat bepalen. En dat is wat ik tegen jullie wil zeggen. Dit is fundamenteel belangrijk. Geloof niet in de leugen dat het niet goed is om alleen te zijn. En misschien heeft God een partner voor je. Misschien niet. Uiteindelijk hebben we the real thing. Ik wil even kijken wat Paulus zegt, want de Bijbel zegt er ook wat van een hoofdstuk verder in 1 Korinthe 7. Daar staat, en ik wil dat u zonder zorgen bent. Dat geldt voor de singles en de getrouwden. Ik wil dat jullie zonder zorgen zijn. Geen zorgen, Heer, blijf ik alleen. God wil niet dat we ons zorgen maken. De ongehuwde, dus de mensen die niet getrouwd zijn, dragen zorg voor de dingen van de Heer. Hoe hij de Heere zal behagen. Dus dat is jouw taak. Als je alleen bent, dan draag je dingen, zorg voor de dingen van de Heer. Wat een taak om zorg te mogen dragen voor de dingen van de Heer. Wie echt gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld. Hoe hij zijn vrouw zal behagen. Er is onderscheid tussen de gehuwde vrouw en het meisje dat nog maagd is. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere om zowel naar het lichaam als naar de geest heilig te zijn. Heer, weer lichaam en geest. Zij echter die gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld. Hoe zij haar man zal behagen. Dat is de taak van de vrouw, hoe je je man mag behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel. Niet om een strik over u heen te leggen, maar om u te leiden tot een eerbaar gedrag en blijvende toewijding aan de Heere, zonder afgeleid te worden. Als je nog single bent, is dit een mogelijkheid om zonder afgeleid te worden je leven toe te wijden aan de Heer. Super belangrijk. En dat gaat een fundatie iets in je leven leggen waar je nooit spijt voor zal krijgen. En wat ik al zei, als je single blijft, the real thing is coming. Vergeet dat nooit. Laat onze hoop nooit zijn dat we in dit leven getrouwd moeten zijn. Ik geloof ook dat trouwen ook geen recht is dat we hebben. We hebben, toen we ons hebben laten dopen, toen we ons leven aan de Heere Jezus hebben gegeven, hebben we gezegd, Heere, hier is mijn leven, doe ermee wat u wil. Jij hebt geen rechten meer, zelfs niet om getrouwd te zijn. Ondanks dat trouwen een goed ding is. Hè? Ik bedoel van, ik ben een voorstander van het huwelijk. Maar het is belangrijk dat we niet het huwelijk als het einddoel van dit leven gaan zien. Een relatie met Jezus is de reden dat we hier zijn. Daarom is het misschien goed als voorbereiding, als je alleen bent, om te vragen, Heere, wilt u dat ik ga trouwen? En als je ervaart dat God wil dat je gaat trouwen, positioneer je hart dan zo, Heere, wilt u mij dan laten zien met wie? En wilt u die persoon zijn hart ook voorbereiden, dat hij ook klaar is om met mij te gaan trouwen? En het kan zelfs ook zijn de andere kant, dat je een hekel hebt aan het huwelijk. Misschien heb je zoveel gebrokenheid gezien in huwelijken, dat je een afkeer hebt gekregen tegen het huwelijk. Dat je zegt, Heere, ik wil niet trouwen, laat mij maar alleen zijn, want het is verschrikkelijk om getrouwd te zijn. En ik denk dat het ook goed is om je daarvan te bekeren. Als jij dat bent, bid, Heere, wilt u mij dat herstellen? Want uiteindelijk is het huwelijk een instelling van God en het is iets goeds. Als God wil dat jij trouwt en je hebt daar zoveel gebrokenheid voor, wil ik je waarschuwen. Zorg dat je daar weer voor openstelt, zodat je je kan voorbereiden op het huwelijk. En tot slot, ik wil jullie als singles bemoedigen. Wijsheid geven. Hoe kun je je voorbereiden op een goed huwelijk? En dit zijn, wat ik jullie nu ga zeggen, is geen wet zoals je het moet doen. Maar wat ik nu ga zeggen, dat zeg ik als een vaderhart. En dat zeg ik bijna, dat zeg ik alsof ik naar mijn eigen kinderen kijk. Lieve Febe, lieve Tieme, lieve Jort en Imme en Balt. Dit is wat ik als vader jullie wil adviseren om te doen. En dat wil ik niet alleen voor mijn eigen kinderen zeggen, maar als vader voor deze gemeente wil ik jullie adviezen geven. Hoe kun je op een gezonde manier een partner vinden? En het is niet iets wat je moet doen, maar het is gewoon een advies. Iets wat ik jullie wil aanbieden om jullie te helpen bij het vinden van een juiste partner. 6 dingen. Ik hoop dat jullie met me meeschrijven.
Zijn jullie er klaar voor? Het eerste, zoek geen relatie buiten de context van het huwelijk. Wat bedoel ik daarmee? Je zoekt niet iemand om verkering mee te hebben. Je zoekt niet iemand om vriendje of vriendinnetje mee te zijn. Nee, je zoekt iemand met wie je wil gaan trouwen, waar je leven aan wil geven. Het is geen verkenningstocht de tijd dat jij nog single bent, om een beetje te gaan kijken en te gaan experimenteren. Maar zoek een partner om mee te trouwen. Verkering is ook niet iets wat we in de Bijbel zien. We zien dat mensen, als ze een partner hebben gevonden, dat ze ermee gaan verloven en dat ze later ermee gaan trouwen. En dat is ook iets abnormaals in deze wereld. De wereld maakt reclame voor experimenteren, om van proberen. Het gaat allemaal om jou. Maar ik wil jullie echt adviseren, begin pas aan een relatie als je kunt trouwen. Dat is ook belangrijk. Als huwelijk de context is, dan mag je jezelf bijvoorbeeld eerst gaan afvragen, ben ik überhaupt wel klaar om te trouwen? En als je niet klaar bent om te trouwen, waarom zou je dan gaan investeren in een relatie? Want dat gaat jou opslokken en zorgt dat je helemaal niet klaar gaat komen om te gaan trouwen. Heel simpel, zorg dat je jezelf eerst klaarmaakt en als je zegt, Heren, ik ben nu klaar om te gaan trouwen, dan ga je vragen, Heren, wilt u mijn partner zoeken? Dus zoek geen partner voordat je getrouwd bent. Ook als je op school zit, ik wil je echt adviseren, als je nog 14, 15, 16 jaar bent, als je het aan mij vraagt, begin er nog niet aan. Je bent nog zo jong. En bereid je eerst voor op jezelf en op je relatie voor het huwelijk. Het is aan jullie. Ik wil niet zeggen dat je dit niet mag doen. Hè? Ik wil niemand een wet opleggen. Maar dit is mijn advies. Wat ik echt geloof dat het beste voor jullie is. En als je dan een partner kan vinden, dan ben je er klaar voor. En dan hoef je ook niet heel lang te wachten om te gaan trouwen. En maak je geen zorgen. God weet al met wie je gaat trouwen. Maak je geen zorgen dat die partner verdwenen is op het moment dat jij er klaar voor bent. Uiteindelijk vertrouw je dan God niet. Dat is belangrijk. Welke relaties zien we in de Bijbel? Ik heb er 5. Vader en moeder. Vader en dochter. Moeder en zoon. Broer en zus. Een verloofde en een getrouwde. Man en vrouw trouwens. We zien ook andere relaties, maar daar zegt de Bijbel, dat is niet goed. We zien ook een man en een man, maar daar zegt de Bijbel heel duidelijk dingen over. Dit zijn de relaties die we tegenkomen in de Bijbel. En nu een ander belangrijk iets. Paulus geeft Timotheus een advies. Dat kunnen we lezen in 1 Timotheus 5 vers 1 en 2. Daar staat, en dan moet je even voorstellen de context. Hè? Timotheus, een jonge jongen. We weten niet hoe oud Timotheus was, maar hij was jong. Misschien tieners leeftijd, 14, misschien 16 jaar. En Paulus geeft Timotheus adviezen. Een oudere man tegen een jongen zegt, vaar niet uit tegen een oude man. Dus oftewel, heb respect, jongeren, voor de oude mensen in de gemeente. Maar spoor hem aan als een vader. Jonge mannen als broers. Oudere vrouwen als moeders. Jonge vrouwen als zussen in alle reinheid. Pas dit vers op jezelf toe, kinderen. Tieme bijvoorbeeld. Pas dit vers op jezelf toe. Kom even naar voren. Tieme en Febe, willen jullie even naar voren komen? Tieme, jij bent Timotheus. En Timotheus zegt, jonge mannen moet je zien als broers. En jonge vrouwen als zussen. Nou, hier staat jouw zus. In alle reinheid. Dus als jij naar je zus kijkt, in alle reinheid. En zo wil God dat jij kijkt naar alle meisjes in deze gemeente. Dan is er een vraag, als je Febe begroet, hoe doe je dat dan? Geef je haar een huk? Ja. Nou, doe eens voor. Nou, Tieme, zo gaan dus broer en zus met elkaar om. Gewoon even om het visueel te maken. Tieme, geef jij Febe wel eens een kus? Nee. Helemaal nooit? Als ze jarig is alleen. En hoe doe je dat dan? 3 zoenen. 3 zoenen als ze jarig is het enige wat Tieme aan zijn zus geeft. En als je denkt, dan tongzoenen met Febe. Nee. Maar we lachen erom, maar eigenlijk zegt Paulus letterlijk dat Tieme en Timotheus lijkt op elkaar. Jouw naam is ook van Timotheus. Zie de jonge meisjes als je zussen.
En dan moet je niet aan denken om met je zuster tong zoenen. Jullie mogen trouwens gaan zitten. Je moet er toch niet aan denken om met je eigen zuster tong zoenen. Even serieus. Dat wil je toch niet? Dat moet de hartsgesteldheid zijn van Timotheus. En ik denk dat het ook voor jullie een les is. Laat dit je hartsgesteldheid zijn. Ik moet er niet aan denken. Ik wil rein blijven. In alle reinheid, zegt Paulus. En als je zo jezelf kan bewaren en als je zo in een reine manier naar het huwelijk kan toewerken, dan kan ik je vertellen, je gaat geen spijt krijgen van de dingen die je hebt gemist voordat je de juiste hebt gevonden. Daar ben ik echt zo van overtuigd. En het huwelijk is ook zoiets veiligs, want iedereen die een relatie heeft, dus heel veel mensen zeggen wel eens tegen mij, ja, maar wij zijn van plan om te gaan trouwen. Dat is zo'n grote leugen, want er zou er geen enkele relatie meer uitgaan, want iedereen is van plan om te gaan trouwen als je dat al niet meer hebt. Als je van plan om niet bij elkaar te blijven, dan kan je beter vandaag nog stoppen. Dus iedereen denkt natuurlijk, onze relatie gaat niet uit elkaar. Dus wij kunnen wel wat grenzen overschrijden. Toch? Doe het niet. De Bijbel zegt, alle seksualiteit buiten het huwelijk is onreinheid. Is overspel. En misschien schrik je hiervan en denk je van, ik ben al veel te ver gegaan. En denk je van, ik heb mijn lichaam al een keer weggegeven. Weet dat er bij God ook vergeving is. Weet dat God niet jou af wil danken en zeggen, nee, voor jou komt het niet meer goed. Ik geloof dat God herstel wil geven. In je hart, in het hart van je partner. Zelfs in je lichaam wil hij herstel geven. Maar ik denk dat we wel moeten zeggen, vandaag trekken we een lijn. Vandaag maak ik een keuze om het op Gods manier te gaan doen. En het verleden, dat breng je bij de Heer. Je vraagt vergeving. En dan geloof ik ook, waar vergeving is, is ook herstel. Maar wel, oké, Heren, ik heb vergeving, ik trek vandaag een lijn. Dit is de standaard die u voor mij heeft en daar ga ik naar werken. Oké, dat was punt 1. Zoek geen relatie tot je klaar bent om te gaan trouwen, in korte woorden. Het tweede punt. Je partner, en deze punten gelden trouwens niet alleen voor je partner, maar ook voor jezelf natuurlijk. Hè? Alles wat je in een partner zoekt, moet je natuurlijk ook op jezelf kunnen toepassen. Het tweede punt is, het moet een gelovige zijn. Zo belangrijk, mensen. En wat is een gelovige? Is dat iemand die naar de kerk gaat? Is dat iemand die een keer zijn hand heeft opgestoken van dat hij Jezus wil volgen? Nee. Een gelovige is iemand die zijn leven aan de Heer heeft gegeven. Die de Heilige Geest heeft ontvangen en zegt, Heer, u staat centraal in mijn leven. Ik heb mijn hele leven aan u gegeven. U bent mijn hoogste autoriteit. En een persoon die belijdt dat de Bijbel de absolute waarheid is. En daar ook geen concessies aan wil doen. Dat is een gelovige. En dat is zo belangrijk. Als je een partner zoekt die dat niet belijdt, doe het niet. Doe het niet. En ik zou je zeggen, je zal vast wel denken, want je bent verliefd, het komt wel goed. Ik ga die persoon proberen, doordat hij met mij een relatie gaat krijgen, ga ik hem bij de Heere brengen. Nou, waarschijnlijk, als je daar geloof voor hebt, ga geen relatie met hem aan, want jij wordt het struikelblok. Want doordat hij een relatie met jou gaat krijgen, wordt jij zijn idool en gaat het hele leven om jou draaien en niet meer om God. Als je daar geloof voor hebt, leg het bij de Heer neer en wacht totdat je hebt gezien dat hij zijn leven aan de Heer hebt gegeven en ga dan überhaupt verder als je daar geloof voor hebt. Maar doe het niet. De Bijbel is daar ook duidelijk over. Dan ga ik even iets te snel. Want wat ik wil zeggen is, wat jij in een partner gaat vinden, dat is niet hoe die eruit ziet. Het is leuk als je partner er goed uitziet, laten we eerlijk zijn. En het is fijn als jullie dezelfde hobby's hebben. Maar dat is niet wat een ware eenheid in jullie relatie gaat vormen. Ware eenheid komt uit iets wat buiten jullie samen is. Ware eenheid is dat jullie beide van de Heer Jezus houden. Dat jullie samen erkennen wat waarheid is. En dat is veiligheid voor jullie beiden. Omdat Gods woord autoriteit heeft. Jullie zijn samen verankerd in Christus. En dat zorgt voor ware eenheid. Ook als het misgaat, is dat hetgene wat jullie relatie overeind gaat houden. Daar ben ik zo van overtuigd. Hoe kun je dit testen? Heel makkelijk. Als je een relatie met een persoon hebt, brengt die persoon je dichter bij Jezus of verder van Jezus af. Als je een relatie hebt met iemand die ook
heel veel van de Heere houdt, dan zul je merken dat twee vuurtjes een groot vlammetje gaat worden. Dus als jullie gaan elkaar versterken in de dingen van de Heer. Maar als die persoon alleen maar bezig is met zichzelf en met zijn eigen plezier, dan zal je merken dat gaat jou naar beneden trekken. Misschien niet gelijk, maar als je van loop van tijd zal je merken dat het vuurtje langzamerhand uitgaat en dat jij op hem gaat lijken of op haar. En steeds meer bezig bent met elkaar en steeds minder met de Heer. Een ander punt waar je het ook aan kan checken is, houdt hij ook van de bruid? Is de partner met wie jij een relatie wil, houdt hij ook van de gemeente? Of houdt hij jou af van de gemeente? De gemeente is het lichaam van Christus en de gemeente is zo belangrijk om vitaal gezond te blijven. Zonder een gemeente is als het kooltje dat uit het vuur. Zoveel mensen zeggen, ja, maar je kan ook zonder de gemeente een relatie met Jezus hebben. Ik zeg niet dat het niet zo is, maar het is veel moeilijker. Het is zo mooi om onderdeel te zijn van een gezonde gemeente waarin je actief, waarin je accountable wordt gehouden, waarin in moeilijke tijden er voor elkaar kan zijn. Dus twee dingen. Brengt die persoon je dichter bij Jezus en houdt hij ook van de gemeente. Superbelangrijk. De Bijbel zegt, vorm geen ongelijk span. 6, vers 14. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want het heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid. En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En ik zeg niet dat het niet goed kan komen. Ik zeg niet dat als je het wel doet, dat het per definitie verkeerd gaat. Maar ik wil jullie wel waarschuwen. Vaak is de hoop en de verliefdheid zorgt ervoor voor een gevoel van ja, het gaat wel goed komen. Maar vaak is dat niet zo. Het derde punt, en ik denk niet dat dit een punt is wat je zelf op je lijstje hebt staan als je een partner zoekt. Maar het derde punt is jouw toekomstige partner leerbaar en kan hij zich onderschikken? Super belangrijk punt. Ik denk dat het hem heel makkelijk over het hoofd kan zien. Hij houdt van Jezus. Dat is wat ik vaak hoor zeggen, maar is hij leerbaar en kan hij zich onderschikken? Ik denk dat een van de meest gevaarlijke personen waar jij een relatie mee kan hebben, is iemand die zich niet kan onderschikken. Die zijn eigen regels maakt. Die zegt, ja, maar mijn ouders zeggen wel dit, of in de kerk zeggen ze wel dat, maar ik doe het zo. Ik doe het op mijn manier. God vindt dat goed. Nee, de Bijbel, ja, dat is ouderwets, maar ik heb een andere manier gevonden. Ik doe een beetje water bij de wijn, want ik heb mijn eigen theorie. Van die mensen die overal weer een clausule op hebben. Die naar niemand luisteren. Rennen bij weg. Levensgevaarlijk. Het is beter om alleen te zijn als dat je in de handen valt van iemand die zich absoluut niet kan onderschikken. Die een rebels hart heeft tegen autoriteiten. Die zich niet kan onderwerpen. Echt, neem me serieus. Want weet je, trouwen, het is en blijft een risico. Het enige risico, de enige perfecte persoon die niet teleur zal stellen, is Jezus. Dus als je zeker wil weten, dan moet je met Jezus trouwen. Hij faalt niet. Hij blijft je altijd vergeven. Maar zelfs als je een relatie aangaat met iemand en alles lijkt te kloppen. Die persoon houdt van Jezus, hij houdt van de gemeente. Alles gaat goed en jullie geven elkaar aan. De duivel zal er altijd op uit zijn om jullie huwelijk te vernietigen. Daar hebben we net over gehad. Dat is zijn doel. Hij gaat ervoor. En als er dan dingen misgaan, verleiding, zonde, maar het kan ook gewoon zijn dat jullie samen een meningsverschil hebben. Het hoeft niet eens een zonde te zijn. Je komt er samen niet uit. Wat doe je dan? Dan ga je naar je lijfgroepleider of je oudste of je ouders. Maar als die persoon niet leerbaar is, dan kom je er niet uit. Die persoon is alleen maar bezig met zijn eigen waarheid en niet met Gods waarheid. En hij erkent ook niet het gezag. Als de oudsten het zeggen, well, misschien heb ik een blind spot. Ik een blind spot? Nee, ik weet het beter. Kijk daarvoor uit. Check het in je partner. Is hij leerbaar en kan hij zich onderwerpen aan gezag? Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor jezelf. Er zijn ook meisjes die voor jou, jongen of jongens, die voor jou aan het kijken zijn. En check ook in je eigen hart. Ben ik leerbaar? Kan ik mezelf onderwerpen? Superbelangrijk eigenschap ook om niet alleen te denken aan je eigen partner, maar kijk ook in je eigen hart. Kan die persoon vergeven? Kan die persoon zich buigen? Dat zijn essentiële dingen, want je komt op een punt dat af en toe het hoofd gebogen moet worden, dat je geen gelijk hebt. Ben jij dan zo'n persoon die zijn hoofd niet kan buigen? Goed. Zorg dus dat je onder autoriteit staat.
Als je met een van Gods zonen of dochters wil gaan trouwen. Want zo is het, hè. Jouw partner is een kind van God. Als jij niet onder geestelijke autoriteit staat, dan is dat serieus iets. Ik mag in ieder geval niet met mijn dochter trouwen. Oké. Grenzen. Superbelangrijk. Stel grenzen. Wil jij een persoon zijn die puur wil blijven? Praat er aan het begin over voordat het te laat is. Als je een relatie met iemand aangaat, vraag hoe zie jij het? Wat zijn jouw grenzen? Hoe kijk jij tegen zoenen? Hoe kijk jij tegen aanraken? Hoe kijk jij tegen samen in een bed liggen? Gewoon simpele dingen, maar toch belangrijk. Breek het open. Wat is jouw grens? En als je daar vrede bij hebt, dan kun je die relatie aangaan. Want dan heb je een afspraak. Ik heb met die persoon afgesproken. Dit hebben we samen bepaald als grens. En er gaan momenten komen dat die grens getest wordt. Daar ben ik van overtuigd. En daarom is het ook goed om na te denken dat die grens niet te ver. Probeer niet na te denken. Ik probeer zo ver mogelijk bij die grens vandaan te komen. Zodat ik, dat is nog net geen zonde. Beter om van die grens vandaan te blijven. Want die grens die wordt bewaakt. En daarom weet ik dat er best wel veel mensen zijn. En die ook voor kiezen. Ik ga ook niet zoenen. Waarom? Omdat ik gewoon bij die grens vandaan wil blijven. Overweeg dit. En ik weet dat het in de wereld ridiculous is. Dat de wereld denkt dat je gek geworden bent. Maar de vraag is de wereld gek geworden of zijn wij het? Dat is een belangrijke vraag. En ik ga niet zeggen of je wel of niet moet zoenen. Dat is iets wat je zelf over na moet denken. Ga ervoor bidden. Ga erover nadenken. Praat er gewoon eens met anderen ook over. Wat zijn andere perspectieven? Maar ga erover nadenken voordat je een relatie aangaat. Zodat je klaar bent om erover na te denken. En als die persoon met wie jij een relatie aangaat zich niet aan grenzen kan houden, ga weg bij die persoon. Weet je waarom? Als hij zich niet met jou aan grenzen kan houden, hoe zal het dan zijn als je getrouwd bent? Een persoon die zich niet aan grenzen kan houden, die gaat zich mogelijk, ik zeg niet dat het zo is, hè, maar als hij zich voor het huwelijk niet aan grenzen met jou kan houden, er is altijd verleiding. In het huwelijk en buiten het huwelijk. Straks is hij met jou getrouwd, kan hij dan wel aan andere grenzen op zijn werk gaan houden. Dat is belangrijk. En weet je, als die persoon zich aan grenzen kan houden, dan is het ook veiligheid. Als je weet, het geeft vertrouwen. Samen bepalen we de grenzen. En als je beide aan die grenzen kan houden, weet je wat je dan weet? Hij is te vertrouwen. Want hij kan zich bij mij ook aan grenzen houden. Maar als hij zich bij jou niet aan grenzen kan houden, kan hij dan wel bij een ander? Serieuze vraag. Ik zou ongerust worden als iemand over de grenzen heen gaat. Oh, nee, dat doet hij. Die grens heeft hij alleen maar last bij mij. Oké. Denk erover na, mensen. Als iemand over jouw grens gaat, wat zegt dat? Belangrijk. Als iemand worstelt met een pornoverslaving, zorg dat hij dat eerst oplost voordat je gaat trouwen. Zo vaak denken mensen, ja, maar kom wel goed. Als we getrouwd zijn, is het over. Als we getrouwd zijn, als we straks eenmaal getrouwd zijn, dan komt het allemaal goed. Echt niet. Zorg dat je ermee dealt voordat je een relatie met iemand aangaat. Het is een stukje gebrokenheid in jou wat God wil herstellen en kan herstellen. Maar doe het voordat je een relatie aangaat. Want als je getrouwd bent, dan zitten twee personen met de gebroken peren, met de gebrokenheid. Nee, maar zo is het. Als jij worstelt met een pornoverslaving, dan ga je je vrouw, als je mee trouwt, superveel pijn doen. En ook andersom. Je gaat elkaar pijn doen. Zorg dat voordat je trouwt, dat je dat soort zaken op orde hebt. Dat je dat samen met je lijfgroepleider, met de Heer, dat je dat bij de Heer brengt. Super belangrijk. Denk niet dat huwelijk de oplossing is. Het vijfde punt. Kan deze persoon zijn eigen leven leiden? Hoe leidt die persoon zijn eigen leven? Is belangrijk. Kijk nou, hoe gaat hij om met zijn financiën? Worstelt hij nog met verslavingen? Dat bedoel ik niet per se pornoverslaving, maar zijn er andere verslavingen? Alcoholverslaving, gokverslaving, geldverslaving, noem het allemaal maar op. Heeft die persoon nog verslaving in zijn leven? En als hij zichzelf niet kan leiden, dan is hij ook nog niet klaar om jou te gaan leiden. Zeker als het gaat om mannen die geroepen zijn om hun vrouw te kunnen leiden. Als je jezelf niet kan leiden in je leven, begin er dan ook niet aan om een vrouw te gaan leiden. Zorg dat je eerst je eigen leven op orde krijgt. Ze zeggen wel eens, liefde maakt blind,
huwelijk is de eye-opener. Dat is een waarschuwing. Want het punt is, als jij een relatie krijgt met iemand die zijn leven niet op orde is, dan ben je verblind. Dan ben je verblind doordat je verliefd bent en je wil gewoon bij die persoon kijken. En je ouders zullen zeggen, joh, ik zie nog wat dingen in die persoon zijn leven. Weet je wat je dan het eerste denkt? Bemoei je niet mee, het komt allemaal wel goed. Ik zie mensen knikken. Dat is zoals het werkt. Ons hart is bedriegelijk. En daarom is echt mijn hart, jongens, neem deze boodschap serieus. Je kunt beter niet getrouwd zijn als een huwelijk dat een puinhoop is. Geloof mij nou maar, echt waar. Maar het is iets moois. Ik wil het huwelijk niet degraderen. Maar mijn verlangen is dat we werken naar goede en gezonde huwelijken. Met goede fundamenten. Werk dus eerst aan je eigen karakter en laat de ander ook eerst aan zijn eigen karakter werken. Zodat je twee gezonde personen een huwelijk aangaan, is de kans verslagen veel groter. Het laatste punt. We zijn er bijna. Het laatste punt, ook een superbelangrijk punt. Zorg dat je in het licht leeft. Leven in het licht en accountability. Is die persoon volledig open? Is die persoon hetzelfde bij jou als bij anderen? Of als er andere mensen bij zijn, doet hij opeens heel anders? Superbelangrijk. Echte intimiteit hebben we alleen als we in het licht leven. De Bijbel zegt dat in 1 Johannes 1 vers 7. Daar staat, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. Dus dat gaat over Jezus. Als wij gemeenschap met Jezus hebben en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen we. En doen wij de waarheid niet. Oftewel, dat kan niet. Je kan niet, als je in de duisternis wandelt, als je zonde hebt in je leven, en je zegt, ik wandel met Jezus, zegt de Bijbel, dat kan niet. Dan lieg je. Maar als wij in het licht wandelen, nou, in het licht is wat iedereen kan zien. Als wij in het licht wandelen, zoals hij, Jezus, in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Nou, dit geldt voor als broers en zussen. Dus als wij met elkaar, als gemeente met elkaar in het licht wandelen, dan hebben we gemeenschap. Dan hebben wij iets in de geest. Dan hebben wij een eenheid. Dat voel je. Als je met iemand die in het licht wandelt praat, dan voel je, hey, wauw, ik ga echt met jou communiceren. Er zitten geen diepe lagen onder. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor je toekomstige partner. Is alles in het licht? Zijn er dingen die een ander niet van jou mag weten? Uit het verleden, dingen die je nu nog steeds doet. Super belangrijk dat je in het licht leeft. Wees een open boek. Eerlijkheid, transparantie, al die dingen zijn fundamenteel voor een relatie. Zonder dat kun je geen ware gemeenschap hebben. Een gemeenschap is geen seks, maar is intimiteit in je hart. Dat je voelt, jij bent van mij en ik van jou. Wij zijn samen één. Ik voel het gewoon in de geest. En dan is de seks een bekroning daarvan. Het is een bekroning van het verbond. Het huwelijksverbond dat jullie hebben met elkaar. Accountability. Heeft die persoon een accountability partner? Is er iemand in zijn leven aan wie die verantwoordelijkheid aflegt? Ook belangrijk dat hij leeft in het licht en in accountability. Goed. Een lange boodschap. Ik vat het nog één keer samen. Kunnen we op de beam even meekijken? Samenvattend. En dit is geen wet, hè. Ik wil nog één keer zeggen, dit is geen wet. Maar dit is een advies van mij, omdat ik zo om jullie geef. Omdat ik het beste met jullie voor heb. Komt hier nog één keer. Wacht met daten tot je klaar bent om te trouwen. 2. Kijk uit naar een partner die Jezus centraal heeft en dezelfde waarde heeft. 3. Kan een persoon zich onderschikken en is hij leerbaar? 4. Wil de persoon leerbaar zijn en stelt hij grenzen? Kan de persoon zijn eigen leven leiden? 5. En als laatste, leven in het licht en accountability. En ik wil jullie aanmoedigen, neem dit serieus. Denk hier niet te licht over. Want mijn verlangen en ons verlangen is dat we deze gemeente gaan bouwen op gezonde huwelijken. Dat kinderen opgroeien in gezonde huwelijken, waarin ze van nature al weten wat vergeving is en wat de rol van de vader is en de rol van de moeder. Wat genade is en ware liefde. Onvoorwaardelijke liefde gezien bij de ouders. Zo makkelijk om Jezus te accepteren als je leest over zijn onvoorwaardelijke liefde, als je het gezien hebt in de relatie van je eigen ouders. Dat was het.